De externe commissie Midden-Holland heeft donderdagmiddag 18 april haar eindrapport gepresenteerd. Dit gebeurde in de raadzaal van de gemeente Zuidplas. Sinds september vorig jaar heeft de commissie de toekomstmogelijkheden van de regio rond Gouda onderzocht. De externe commissie Midden-Holland bestaat uit Jan Hendricks, Riek Bakker en Ronald Bandel. De commissie is ingesteld door de provincie Zuid-Holland en 10 gemeenten rond Gouda. Niet alleen de gemeente, maar ook de provincie moet beter samenwerken in het gebied rond Gouda. De regio is te vaak niet aanwezig geweest op plaatsen waar belangrijke besluiten worden genomen. Er moet een betere belangenbehartiging komen die is afgestemd met wat er gebeurt in het Groene Hart. Ook moet er in het gebied meer aandacht komen voor economische ontwikkeling. Gemeente en provincie moeten daarbij sterker samenwerking zoeken met inwoners, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties. De eindrapportage heeft de titel De drang naar groter, de hang naar kleiner meegekregen. Gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland Rick Jansen en burgemeester Milo Schoenmaker van Gouda namen de eerste exemplaren van het rapport in ontvangst. Meneer Hendricks, een rapport, meer dan een half jaar aan gewerkt. Al zou je nou zeggen van nou, de belangrijkste conclusie die ik heb voor de bestuurders hier in de regio, wat is dat? Dat het een gebied is van Midden-Holland met vele mogelijkheden. Dat de taak van de gemeente steeds zwaarder gaat worden. Dat je die taak alleen maar goed kunt doen als je je krachten bundelt en allerlei allianties aangaat, ook met anderen. Niet alleen de gemeente met elkaar, maar ook gemeentewaterschappen en vooral ook de gemeente en de provincie. En dat ze met elkaar definiëren wat zijn nu de belangrijke zaken waar wij de komende jaren samen aan zouden willen werken. Bedankt. Er zijn allerlei activiteiten van de provincie in het verleden geweest, maar heel vaak betrekking hebbend op zijn één onderwerp of één beleid. Wat wij constateerden is dat de gemeente van de andere kant de regionale problematiek definieerde als iets wat helemaal van hun was. Maar de provincie is ook regionale gebiedsautoriteit. De provincie krijgt er door de decentralisatie van rijkstaken meer verantwoordelijkheden bij als het gaat om natuur en landschap. Als het gaat om regionale economie, als het gaat om verkeer en vervoer. Nou, als je dan als gemeente vragen hebt op die terreinen, dan moet je kijken of je tot allianties kunt komen met elkaar. En op die manier de belangen van de burgers zo goed mogelijk kunt dienen. Er moet meer gesproken en uiteindelijk ook gedaan worden met elkaar? Ja, vooral gedaan worden, maar je moet ook een brug slaan. Je moet met elkaar communiceren. Er is ook door de gemeente gevraagd van help ons. Om duidelijk te maken waar moeten wij nu zijn als het gaat om Europese subsidies. Dat is niet een kennis die je in iedere gemeente kunt opbouwen. Dat is niet verstandig om te doen. Maar als je als provincie zegt, nou wij hebben een bureau daarvoor. En dat bureau staat open voor alle gemeenten die daar behoefte aan hebben. Sterker nog, we nodigen ze uit als er sprake is van nieuwe ontwikkelingen op het terrein van Europees beleid en ook subsidiemogelijkheden voor de gemeente. Nou, dan kun je elkaar op die manier helpen de bal toespelen en samen optrekken ten bate van de inwoners in het gebied of ten bate van het bedrijfsleven. En nog een separate advies heeft u gesteld voor de Krimpende Waard. De enige optie is samen verder. Maar aan de noordkant van de IJssel, kunnen de gemeenten er wanneer ze samenwerken uitkomen? Welke gemeente bedoelt u dan? Zuidplas, Waddinxveen, Gouda. Nou, daar constateren we dat die gemeenten, die vier gemeenten inclusief Bodegraven, Waddinxveen, Gouda en Zuidplas al het voornemen hebben geuit en daar ook aan werken om op een groot aantal terreinen samen te werken, intensief. Dat is alleen maar goed. Dat is een antwoord op uitdagingen die er nu liggen. En je kunt vaak meer kwaliteit in je ambtelijke organisatie organiseren door het samen te doen tegen lagere kosten, betere dienstverlening, taxatie van panden voor de wet onroerende zaakbelasting. Kun je als gemeente individueel organiseren, maar je kunt het ook samen met een groot aantal andere gemeenten doen of samen met waterschappen, zonder dat dat leidt tot hogere kosten. Integendeel, er zijn tal van voorbeelden waaruit blijkt dat de burger daar alleen maar baat bij heeft gehad, omdat tegen lagere kosten, lagere perceptiekosten, betere taxaties tot stand komen. Een lang verwacht rapport van de commissie Hendricks. Wat is de reactie vanuit de provincie? Een van de belangrijkste opdrachtgevers van de commissie op dit rapport. Nou, de opdracht was gemeenschappelijk, dus iedereen even belangrijk. Laat ik dat voorop stellen.
Maar mijn reactie is dat we blij zijn dat het er nu is. Dat het een behoorlijk stuk werk is geweest. En dat daar ook uit blijkt dat we gezamenlijk nu de zaken op moeten pakken. Dat staat echt voorop. Want een van de conclusies van de commissie is wel, de provincie heeft wel aan een aantal dingen getrokken, waaronder herindelingen en een aantal projecten. Een deel daarvan is mislukt, maar de provincie mag wel wat meer aandacht hebben voor de regio hier. Deelt u die conclusie? Nou, de aandacht is er sowieso. We komen natuurlijk uit een situatie waar herindelingen veel aan de orde zijn geweest. Op dit moment is de koers van de provincie heel helder. Wij trekken samen met de gemeente op om te zorgen dat we tot goede invulling komen van hun taken en de opgaven waar zij voor staan. En dat doen we in gemeenschappelijkheid en dat doen we als bondgenoot en dat gaat ook heel erg goed komen. Maar er is wel te weinig overleg geweest, is een van de conclusies. Hoe is dat zo gekomen? Nou, hoe het allemaal in het verleden gegaan is, we zijn tot alle discussies rond herindelingen die zijn er geweest. De herindeling Gouda-Waddinxveen is op een gegeven moment stopgezet. Daarvoor hebben we deze gemeenschappelijke commissie ingesteld om met elkaar verder te komen en niet met elkaar te blijven ruzien over hoe het nou wel of niet zou moeten. Ik denk dat het nu vooral zaak is om vooruit te kijken en met elkaar goed aan de slag te gaan voor een goede gemeenschappelijke toekomst van de regio Midden-Holland. Een van de uitdagingen die hier in de regio ligt, is de ontwikkeling van de Zuidplaspolder. Denkt u dat de commissie daar ook op doelt? Dat kan ik zo niet zeggen. Ik ga niet in op individuele dossiers nu die spelen. Dit is echt een overal blik over heel Midden-Holland van de commissie en daar wil ik het voor dit moment ook bij houden. Het rapport van de commissie Hendricks is maanden naar uitgekeken. Uw eerste reactie op het rapport? Ja, ik vind het een gedegen boekwerk. Dat blijkt in ieder geval al uit de dikte, maar ook uit de inhoud. We hebben een deel van de inhoud in de hoofdlijnen vanmiddag al gehoord. En ik heb al voor de tijd van vanmorgen had ik hem al in mijn bezit in concept door zitten bladeren. En er staan inderdaad hele goede aanknopingspunten in die we in de nieuwe regio kunnen gebruiken om die regio van 2.0 naar 2.1 te krijgen. De regio heeft de afgelopen periode niet aan tafel gezeten op plaatsen waar het wel had moeten gebeuren. Denk ik aan de A20. Is dat ook zo'n voorbeeld voor u? Nou ja, het is inderdaad waar we heel nadrukkelijk naar gekeken hebben, die Zuidvleugel. Daar zijn we formeel aangehaakt als het gaat om het Midden-Holland gebied. Maar als je daadwerkelijk in de praktijk kijkt wat daar de effecten van zijn, ook vanwege de niet-homogeniteit van dit gebied, zie je dat dat niet voldoende geholpen heeft. En dat de A20 veel milieuder op de agenda moeten staan. Aan de slag, dat is eigenlijk wel een hoofdmoot van vooral ook op economisch terrein. Nou ja, je ziet ook dat is ook gevleugeld woord voor mij. Wij als overheid verdienen het geld niet. Het geld wordt verdiend bij de ondernemers en ondernemingen. Die moeten daarom gestimuleerd worden. En wij moeten dus de faciliteiten bieden dat zij hun werk goed kunnen doen. En je weet, in Zuidplas is daar alle ruimte voor. Dus ik zou zeker aan ondernemers willen uitnodigen om, als zij lekker willen ondernemen, vooral ook naar Zuidplas te komen kijken. In deze prachtige regio Midden-Holland.